De immigratiebeurs die gisteren is geopend door minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekram Soerjan, staat in het teken van landbouw. De beurs, ook wel de Abrawasi Milen genoemd, is georganiseerd door de stichting organisatie Hindu Media, OHM, en Lions Club Kwata. Het maakt deel uit van alle activiteiten in verband met 145 jaar Hindoestaanse immigratie. Bezoekers kunnen genieten van de Hindoestaanse keuken, muziek en andere culturele activiteiten. Ook een landbouwtentoonstelling is onderdeel van de beurs. Tijdens de opening riep Soerjan vooral jongeren op om interesse te tonen voor landbouweducatie, daar er een enorme potentie aanwezig is in de agrarische sector in Suriname. Jongeren van de lagere school, MULO school, middelbare school, ik denk dat er iets meer potentie zit in de agrarische sector. Maar dat gaan we alleen kunnen ontwikkelen als wij onze capaciteit gaan vergroten in termen van de educatie. Dat we studiemogelijkheden hebben en daar benutten en die sector ontwikkelen. Maar dan, als we willen moderniseren, moderne technologieën, die twee gaan samen, educatie en modernisatie. En dan pas zullen we in staat zijn om te praten en te garanderen die continuïteit, kwaliteit en kwantiteit, wat in het thema is aangegeven van deze 10e landbouwtentoonstelling als onderdeel van de immigratiebeurs. De minister wees aanwezigen erop dat de bijdrage van de Hindoestaanse immigranten op het gebied van landbouw niet vergeten mag worden. Daarom riep hij ieder op om zich te bundelen. Maar de bijdrage van de Hindoestaanse immigranten is daar, we kunnen het zien wat ze hebben achtergelaten voor ons en wat wij van hun hebben overgenomen, is zichtbaar, duidelijk. Het is onze taak om dat verder te ontwikkelen. We hebben stappen gemaakt voorwaarts. En ik denk dat we moeten samenbundelen. En die tentoonstelling, die beurzen, die we een paar keren per jaar hebben, maar soortgelijke beurzen, die vormen een onderdeel natuurlijk om bekendheid te geven aan zaken die noodzakelijk zijn om die ontwikkeling te brengen, die landbouwontwikkeling. Maar die bijdrage, dat wil ik stressen, van onze voorouders, de Hindoestaanse immigranten, dat wil ik stressen dat dat niet vergeten mag worden. En dat we daarmee verder moeten gaan. Minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekram Soerjan, gisteren bij de opening van de immigratiebeurs in verband met 145 jaar Hindoestaanse immigratie. Vice-president Ashwin Adin en VHP-leider Chandrika Prasad Santokhi waren ook aanwezig tijdens de opening van de immigratiebeurs.